Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij steeds meer bedrijven onderdeel van hun missie en visie. Maar hoe geven zij hier concreet invulling aan? ASN Bank is de grootste duurzame bank van Nederland en investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Directeur Joyce van der Est neemt ons mee naar een innovatief en duurzaam project in ‘s-Hertogenbosch. Duurzaam bankieren, dan bankier je met de menselijke maat. Dat betekent een eerlijke dienstverlening aan klanten van de bank. En investeren in bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen zoals op dit transferium. En niet in olie, kolen en gas. Daarmee stimuleer je verduurzaming van de samenleving. Investeringen vanuit een duurzaam fonds moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria. Dit project met 1500 zonnepanelen op het dak vangt energie op, slaat het op en levert het aan 1000 elektrische auto's en autobussen. Investeerders in een duurzaam groen projectenfonds dragen zo bij aan de energietransitie in Nederland en dat is nodig voor het verduurzamen van de samenleving. Het project hier in het bos is uniek omdat we enerzijds de 1500 panelen gebruiken om gewoon energie op te wekken en terug te leveren, maar hier ook slim sturen naar de laadpalen van de auto's, hoogvermogen naar de bus, maar ook het gebruik van het gebouw zelf. En op termijn komt er een buurtaccu waar we mee bezig zijn om ook energie te leveren aan de wijk hierachter met woningen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de duurzaam lokaal opgewekte energie. De samenwerking tussen de bank en de partners verloopt heel goed en is heel aanvullend. Zo financieren de banken de zonnepanelen en de laadpalen en brengen de andere partijen hun expertise in. Voor het verwezenlijken van duurzame missies is samenwerking essentieel en help je elkaar om je doelen te bereiken. Dit project was niet mogelijk geweest zonder steun van dit duurzame ASM Groen Projectfonds. Wat we nodig hadden is een stuk vertrouwen in het bankieren en financieren. Dat wij onze zaken netjes en compleet aanleveren. Dat het snel beoordeeld kan worden en daarmee ruimte gecreëerd wordt in de realisatie. Als je dat bij elkaar op kunt tellen, kom je samen heel snel tot een duurzaam rendement. En dat is onderscheidend ten opzichte van andere financieringen. Als je bankiert bij een duurzame bank, draag je bij aan de mensenrechten, biodiversiteit en het klimaat. Overstappen naar een duurzame bank is heel eenvoudig. En zo draag je bij aan het verduurzamen van de samenleving. Wie wil dat nou niet?